studio zit vandaag Hans Thijssen. Hij is de oprichter van BoNet in Nederland samen met zijn vrouw Louise, die enkele weken geleden in Vrouwenstemmen te gast was. Maar vandaag dus Hans Thijssen. Welkom Hans. Dankjewel. Wat is BoNet precies en wanneer is het opgericht en waarom? Met welke doelstelling? BoNet, dat staat voor Boven Nederland. Wij hebben het opgericht in 1998 met als doelstelling om de boventechniek in Nederland bekendheid te geven. De boventechniek, daar zullen we het dadelijk verder over hebben, ja, denk ik, hè, is in Nederland nog volkomen onbekend. En om toevallige wijze ben ik daarmee in aanraking gekomen. En het heeft een enorme verandering teweeggebracht in mijn praktijk. En het bleek eigenlijk in Nederland geen aansluiting te hebben. En toen hebben we gezegd van nou laten we eens kijken of we dat in Nederland kunnen introduceren. Ja, want dat inderdaad, de volgende vraag is natuurlijk gelijk. Wat houdt de botherapie in en waar komt het vandaan? Ja, de boventechniek is genoemd naar meneer Bowen, meneer Tom Bowen. Hij is degene die dat ontwikkeld heeft. En hij heeft dat gedaan in de jaren 60, 70. Waarbij hij eigenlijk experimenteel te werk is gegaan. Hij heeft dingen gedaan, heel voorzichtig, bij mensen en bij dieren. En dat heeft hij steeds meer tot een systeem kunnen ontwikkelen. Wat verbazende effecten heeft gehad. En dat heeft hij gedaan in Australië. En hij was een man die eigenlijk vrij op zichzelf werkte. Hij had een aantal assistenten, maar hij had niet echt de behoefte om dat nou heel groot, een heel groot opgezette school voor hem neer te zetten. Dus hij heeft dat eigenlijk in zijn vrij maar oppervlakte kleine kliniek gedaan, maar qua drukte enorme kliniek. Hij heeft enorm veel mensen kunnen behandelen met die techniek en op een gegeven moment heeft hij dan toch een aantal mensen die techniek geleerd. En die mensen hebben het verder uit doen waaieren van Australië naar Engeland, naar Amerika, Nieuw-Zeeland toe. En nog wat andere landen. Jij spreekt over de boventechniek. Ik heb begrepen dat er bewust gekozen is voor het begrip techniek in plaats van therapie. Waarom? Waarom dit onderscheid? Ja, dat ligt eigenlijk best wel duidelijk. Van de andere kant, als je het hebt over therapie, dan ben je al gelijk in de verhouding therapeut, cliënt, patiënt of hoe je dit ook noemt. En ofschoon ik niet ontken dat als je boventechniek toepast op iemand, dat je toch altijd in zo'n soortgelijke relatie terechtkomt, duidt het woord techniek meer op dat ik eigenlijk een techniek beoefen op iemand, waarbij de prikkel naar die iemand toe gaat en het systeem zelf gaat die prikkel verwerken. Het is dus, voel me niet echt een therapeut in die zin, snap je? Kun je zeggen dat er ook een soort wisselwerking ontstaat tussen degene die, hoe noem je het? Behandeld wordt. Ja. Ja, die wisselwerking is er altijd. Ik zie de mensen die bij mij in de praktijk komen altijd als een soort spiegel voor me. Dus alles wat naar mij toe komt heb ik van te leren en ik hoop dat ik de mensen ook iets kan brengen. Dus die wisselwerking is er altijd. Maar de techniek op zich is vrij sober. En we hebben nog niet te veel over de techniek gehad. Maar het is eigenlijk een hele rustige rolbeweging over een spier, eigenlijk het bindweefsel wat over de spier zit. En dat is een heel kort contact. Dus een heel kort rolcontact. En als therapeut of behandelaar hoef je daar eigenlijk niet zo gek veel meer aan toe te voegen. Het fijne van de techniek is dat uit al die ontwikkelingen en de ervaringen gebleken is dat dat heel erg het zelfregenererend vermogen, het zelfherstellend vermogen van het lichaam kan aanspreken. En dat is essentieel. Dus wij houden ons een klein beetje af van de klacht. Wij behandelen de mens. Snap je het? En heel veel mensen die klachten hebben en vaak al lang met klachten lopen, die identificeren zich met de klacht. Het is net of dat een deel van hunzelf geworden is. En ofschoon wij dus wel echt veel aandacht ook aan die klacht schenken, zijn we niet gericht op de klacht zelf, maar op de hele persoon. Wat kenmerkend is voor de alternatieve of holistische geneeswijze. En we laten dat ook in de behandeling zo. Dus het kan goed zijn dat mensen met een komende schouderklacht,
dat we de eerste behandeling helemaal niet aan die schouder komen met de behandeling. Ja? Is dat, dat is het grote verschil met de reguliere benadering. Dat is een groot verschil, ja. Ja. En dat is, dat vroeg ik me ook af. Hoe staat die reguliere geneeskunde nou tegenover zoiets als de bouwentherapie? Ja. Ten aanzien van de bouwentechniek in Nederland kan ik natuurlijk nog heel weinig zeggen. Omdat bouwen in Nederland nog heel weinig bekend is. In mijn praktijk is het zo dat de artsen waarmee ik contact heb al mensen doorverwijzen voor een bouwbehandeling. Of schoon ze niet begrijpen wat er precies gebeurt. En dat brengt ons naar een punt. Dat wil zeggen eigenlijk dat je zo'n arts, die geeft de mensen een stuk vertrouwen in zijn kunde. En als hij zich een doorverwijzing doet naar bijvoorbeeld naar mij of naar een ander bouwentherapeut, dan is dat een hele stap voor zo iemand. En ik vind het heel knap dat ze dat toevertrouwen. Ik heb het idee dat de relatie tussen de reguliere gezondheidszorg en de additieve gezondheidszorg, dus de gezondheidszorg die aanvullend daaraan kan werken, dat die relatie heel erg aan het verbeteren is. Ik heb nu zo'n 15 jaar therapeutervaring. En ik zie daar heel veel in gebeuren en ik ben er heel blij mee. Ziet u ook een mogelijkheid en een wenselijkheid om te gaan samenwerken, bijvoorbeeld met reguliere specialisten? Ja, het is zo dat je ziet dat al een beetje met acupunctuur gebeuren, dat ook al een onderzoekitem is in ziekenhuizen, in academische ziekenhuizen. Je ziet dat al door artsen gedaan worden. Er zijn ook artsopleidingen voor acupunctuur. Dus dat is een beetje uit die, noem het maar eventjes, mystieke wereld weg. En ik denk dat juist net een techniek als bouwen daar zich enorm voor leent. Bouwen heeft niks mystieks. Bouwen heeft geen, het is een techniek die eigenlijk voor iedereen toegankelijk is. Heel erg to the point. En we zien in de opleidingen zoals we die nu geven, belangstelling vanuit artsen, maar ook vanuit mensen die noem maar wat voedselhoofdlijns doen, die schoonheidsspecialisten. Noem maar van alle kanten komen mensen naar die techniek toe, omdat die heel toegankelijk is. En je ziet dus in bijvoorbeeld Engeland dat er al onderzoeken zijn met de bouwentechniek uitgevoerd door fysiotherapeuten in ziekenhuizen voor bijvoorbeeld lymfdrainage. Bij dus dikke benen, dikke armen, na operaties en zo. En daar zijn verbluffende resultaten mee. Dus ik denk dat heel, heel erg goed te combineren is. Ja, misschien is inderdaad juist omdat er niet een waas omheen hangt, zoals dat is bij auratherapieën en klanktherapieën. Het is meer dan een soort techniek inderdaad. Ja, ik zelf heb helemaal geen moeite met alternatieve geneeswijze in de brede zin. Ik vind dat de auratherapie zijn plaats verdient, ook je noemde klankschalen. Ja, klankschalen. Bijvoorbeeld, hè, dat verdient allemaal een plaats. Ik heb er eerlijk gezegd niet zo'n oordeel over. Wat ik wel vind is dat we, zo gauw je met mensen bezig bent, dat je een stuk verantwoordelijkheid voor je handelen op je neemt. Ja. En het is heel fijn als je kunt communiceren naar een breder veld toe. Dat ligt soms wat moeilijk binnen takken van alternatieve gezondheidszorg. Maar bij de bouwen is het in ieder geval zo dat ik toch vind dat een arts eigenlijk een soort spil is in het alles wat op een patiënt toekomt. Ik vind niet dat hij zijn goedkeuring moet geven. Dat vind ik niet. Maar ik vind wel dat hij op de hoogte mag zijn. En ik vind het ook heel fijn als ik dingen tegenkom tijdens behandeling waarvan ik denk van nou, dit zou best nog eens door een arts gezien kunnen worden, omdat ik niet zeker ben of dat ik denk dat iets is wat onder de leden kan zitten of zoiets, dan verwijs ik ze altijd terug naar de arts. En dan schrijf ik ook een begeleidend briefje daar naartoe. En dat werkt heel goed. Er is nog iets wat daarin heel belangrijk is. Wij stellen als bouwentherapeut geen diagnose. Dat laten we ook aan artsen over. Ja, ja. Oké, dus wij gaan niet zeggen van nou uit ons onderzoek blijkt dat. Nee, wij vinden het heel fijn als mensen al een arts gezien hebben. En dat hoeft natuurlijk niet voor een lichte sportblessure of voor kleinere dingen. Maar is bijvoorbeeld een wat grotere ding als astma of noem maar op eigenlijk schouderproblemen die langer zijn of darmproblemen, dan is het toch fijn dat ze gezien zijn door een arts.
Zelf praktiseert u ook de iroscopie en de acupunctuur. Ja. En dan las ik dat de boa-techniek niet altijd samen kan gaan met bijvoorbeeld acupunctuur. Waarom, ja. Waarom niet? Het samengaan is heel moeilijk, omdat je... even nog een stukje, ik heb net verteld, Bowen, die ja. gaat niet zozeer een diagnose stellen. Wat hij doet is een prikkel geven aan het lichaam, waardoor het lichaam zelf zijn vermogen hersteld wordt om te herstellen, voor zover dat mogelijk is. En het blijkt dat het lichaam dat die intelligentie heeft. Dus wij hoeven ons daar geen zorgen over te maken. Als we ons werk maar zuiver doen en goed uitvoeren, dan hoeven we over dat andere stukje geen zorgen te maken. Als acupuncturist ben je eigenlijk wel geneigd, en dat is ook heel belangrijk, om een diagnose te gaan stellen. Dus je hebt je onderzoeksitems, we kijken naar de tong, we voelen de pols, we kijken naar de hele persoon. Ja. We hebben daar allerlei methoden voor. En aan de hand ook van het gesprek kom je tot een conclusie waaruit jij als therapeut gaat beslissen welke punten je gaat aanprikken. Dus je bent toch wat sturend bezig. Dat is op zich niet verkeerd, maar daarmee word je wel een schakel in het geheel die een diagnostisch stuk in zich heeft. En alle twee, dus zowel bijvoorbeeld acupunctuur, maar dat geldt ook voor voedselreflexmassage of zo. Dat geldt ook voor de boomtechniek. Die werken met subtielere prikkels. Dat wil zeggen met prikkels die heel rustig gegeven worden, die niet vanuit kracht gaan of vanuit ja, mobilisering in de grove zin. Maar een hele subtiele prikkel aan het lichaam geven, wat het lichaam gaat verwerken. En als je dat meerdere prikkels doet vanuit verschillende systemen, dan kan dat heel erg gaan verwarren. Dus stel dat ik een bovenbehandeling ja. geef, dat werkt 5 tot 10 dagen door. In die tijd zal ik niet snel een afspraak maken. Als iemand een dag daarna naar een acupuncturist gaat, dan krijgt dat lichaam als het ware een ander signaal. Raakt in de war. En dan komt er een soort verwarring. Ja. En dat is, daar zijn we dus heel erg voorzichtig mee. Wij zeggen niet dat die andere, dat boom beter is dan acupunctuur. Ik bedoel, wie zijn wij om dat te zeggen? Dat is helemaal niet aan de orde. Maar het is wel zo, als iemand kiest voor boom, vinden we het fijn dat hij dan ook even kiest voor boom. En zegt hij, ja, ik wil nog eerst acupunctuur afronden, dan doen we dat. Dan laten we die persoon uiteraard daar vrij in. Dan zeggen we, kom nadat dat klaar is en de klachten zijn nog niet voorbij, kom dan naar ons toe. Snap je? Dus ja, het werd me nou duidelijk waarom het gescheiden moest. Dat was me eerst niet helemaal duidelijk. En dat geldt ook voor bijvoorbeeld fysiotherapie. We krijgen natuurlijk als mensen die zijn door fysiotherapeut onder behandeling. Die horen van de boomtechniek. En dan bespreken we dat van tevoren altijd goed door. Van, je kunt ook fysiotherapie afmaken. Heb je dan geen resultaat, kom dan naar de boomtherapeut. Of praat met, zijn mensen die misschien al 20, 30 keer fysiotherapie gehad hebben en nog geen echt resultaat. Dan zeg je van nou, kunnen we eens misschien overleggen met de fysiotherapeut of de arts of je toch niet eerst naar de boom gaat. Nou, maar het gaat niet samen. Tenzij oefeningen. Oefeningen kunnen wel samen, want dan geef je geen therapeutische prikkel rechtstreeks. Dan is het oefening. Dan is het geen therapie. En warmte oefening. Kan, dat kan, maar dus niet een massageprikkel of dat soort dingen. Voor welke aandoeningen is die boa-techniek nou het meest geschikt? Zijn er echt aandoeningen die specifiek in aanmerking komen? Ja, dat is een hele gevaarlijke vraag. Ik vind dat is, we zijn heel snel geneigd om te zeggen van nou, we hebben heel goede ervaring met schouderklachten, met astma, hele goede ervaringen mee. Mensen met een luchtwegprobleem, hooikoorts bijvoorbeeld, tenniselleboog, darmproblemen, noem maar op. Toch zit daar een valkuil voor ons. Ik heb je in het begin al gezegd dat Bowen zich met name richt op de persoon en niet op de klacht. Ja. En wij moeten dat onderscheid blijven houden. En als ik nu allemaal klachten ga noemen waarop het goed werkt, schept dat een verwachtingspatroon. Maar als iemand met een klacht komt, dan wordt die persoon voor de eerste keer behandeld. Dus er is nog totaal geen ervaring van die persoon en Bowen. Dus je kunt van een grote noemer uitgaan. Maar het blijft een individu, een persoon die je holistisch wil behandelen. En aan een persoon zit heel veel vast. Een klacht is, we noemen een darmklacht. Maar daar zit emotie aan vastzitten. Daar kan een relatie die niet lekker loopt aan vastzitten. Daar kan een werkomgeving aan vastzitten die spanning geeft. Daar kan, noemen we wat, voetbalgovernante aan vastzitten. En dat zijn dus dingen die spelen in op een persoon. En het is ook belangrijk dat een persoon daar dus
mee kan omgaan. En dat is iets wat van de ene kant door de bomen wel aangezet wordt. Dus het werkt verder dan alleen die fysieke klacht. Maar het heeft ook consequenties voor het leven van iemand. En het is niet altijd gezegd dat iemand in staat is of kan een beslissing nemen die verdergaande gevolgen heeft. Dus klachten zien we niet als een vaststaand iets. Nee, en sowieso jullie benaderen het heel individueel. Ja, we behandelen eigenlijk, dat is het ook weer het tegenstrijdige. We behandelen ieder individueel, niet naar zijn klacht toe, maar naar de persoon toe. Ja. Daarnaast is het zo dat we in de bomen eigenlijk een opbouw kennen. En die opbouw die is voor de meeste mensen, tenzij je een heel acute, noem maar wat, knieblessure hebt, dan behandel je echt alleen de knie. Maar met wat meer chronische klachten geef je altijd een basisbehandeling. Of je nou komt met klachten, met bekkenklachten, emotionele klachten, met astma. Maar dat kan zijn met, noem maar op. Hè. Dat maakt niet zoveel uit voor de eerste behandeling. Kennelijk is dat wat in die basis meegeven aan mensen, aan verandering in hun systeem, genoeg om heel veel in werking te zetten. Het gros van de klachten wordt eigenlijk in stand gehouden door bijvoorbeeld het niet kunnen afvoeren van afvalstoffen in het lichaam. Het niet kunnen loslaten van spanning. Het moeilijk kunnen slapen. Allemaal dat soort items. En wat blijkt nou? En daar komen dan al die andere klachten eigenlijk uit voort. Of ze worden in stand gehouden. In stand houden. Ja, dus het kan goed zijn dat je een klacht hebt. En die klacht zou zich willen herstellen via het lichaam. Ja. Maar het heeft tot gevolg gehad dat de nieren moeilijk afvalstoffen kunnen afvoeren, dat een beetje verstoord is geraakt. Dat de darmen verstoord zijn geraakt in hun flora, een hele vertering van het voedsel. Ja. En wat blijkt nou, als je zo'n basisbehandeling geeft, dan zien we wat we noemen de eliminatie komen. Dus het afvoeren van afvalstoffen. Het fijne is als behandelaar, dat je niet hoeft na te denken hoe het lichaam dat zal doen. Dat doet het lichaam zelf. En dat is heel fijn, want de ene die gaat een hele andere ontlasting krijgen, dat komt heel veel voor, heel donker bijvoorbeeld, of heel dun, en dit kan ook anders gaan ruiken. Mensen gaan transpireren, ik heb heel veel voorbeelden van dat mensen zeggen, goh, de eerste week heb ik enorm getranspireerd. Dat is heel fijn, want heel veel afvalstoffen kunnen dan via het huid eruit. Ja. Ik heb mensen gehad die zeggen van, joh, ik heb een partij geslapen, zeg, niet te filmen, zo erg. En dat is een hele fijne reactie, want dan is er achterstallig slaapgebrek, noem het zo maar even. En dat lost het lichaam dus zelf op. Ik hoop, dus het is als het ware eerst een soort grote schoonmaak, om weer te kunnen gaan regenereren. Ja, als je praat over chronische klachten, vaak is dat zo. Maar ook dat hoeven we niet te beoordelen. We zien dat heel vaak gebeuren. Maar er zijn ook mensen die die fase eigenlijk niet doorlopen. En die dus als vanzelf in de volgende fase gaan. En dan ga je als behandelaar eigenlijk wat meer naar de, wij noemen dat de procedures. Voor bepaalde klachtenbeelden heb je extra procedures. Dus dan doe je eerst de basisbehandeling, die voor iedereen hetzelfde is. En daarnaast kun je bijvoorbeeld je gaan richten op die schouderklacht, of op die bekkenklacht, of op de knieklacht, of de enkelklacht, of op het vocht, of ga maar door zo. Ja? En dat zijn speciale handgrepen technieken die dan tijdens de opleiding uit een treuren zou ik niet willen zeggen, maar wel heel veel geoefend worden, omdat het heel precies luistert om dat te doen. Zou je bijvoorbeeld de kijkers door mij te behandelen even een glimp kunnen laten zien van hoe het nou precies werkt? Ja, dat zou ik graag doen. Ik zal dan even achter u gaan staan. Dan kunnen we dat makkelijk demonstreren. Ik zal nou een demonstratie geven van wat precies een bowen move inhoudt, een rolbeweging. Bij de bowen is het zo dat je zowel op de huid als door de kleren heen, tenminste licht zit in de kleding, kunt werken. Het is niet noodzakelijk dat iemand zich volledig ontkleedt.
Maar om het te laten zien is het fijn als ik dat op de huid kan doen. En ik zal... Leg hem maar heel even neer. Eigenlijk wat ik al zei is het een hele ontspannen rolbeweging. We zoeken een spier en die liggen dan, dit is een voorbeeld, maar ze liggen heel erg nauwkeurig omschreven. We nemen dan een stuk wat wij noemen skinslek, wat huiden, nemen we uit de weg. En dan gaan we met iets meer druk heel zachtjes over die spier heen rollen. Was dat pijn? Helemaal niet. Bowen is eigenlijk helemaal niet pijnlijk. En het is juist net die hele subtiele, rustige prikkel die nou het een en ander in werking gaat zetten. Hoe ziet een bowen move eruit? En om wat anders te laten zien, zou ik graag een schouderbehandeling voordoen. Of een misschien gelijkertijd een behandeling van de arm, bijvoorbeeld in het geval van elleboogproblemen of zoiets. Is dat goed? Oké. Okay. Ja, ik zal nou een demonstratie geven van hoe wij als bowentherapeut of bowenbehandelaar een schouder behandelen. Dat is nou typisch, wij krijgen veel mensen met schouderklachten. En er zijn ook heel veel onderzoeken al gedaan naar de effectiviteit van bowen en het behandelen van de schouder. En dat is dat komt heel goed uit de statistieken, ik zeg de resultaten, zijn best heel bemoedigend, heel goed. Het is zo dat een schouderpijn vaak ook een gepaard gaat met emotionele zaken. Zeggen we eens, wat draag je allemaal op de schouder? Dan zie je ook bij een behandeling dat dat soort dingen vrij kunnen komen. Ik kan nu even alleen de techniek laten zien. Ik sta een beetje in een aangepaste houding, maar ik hoop dat het toch heel duidelijk is dat we kunnen laten zien hoe eenvoudig een bowenbehandeling eigenlijk is. Even de arm. Ik pak eerst dat noemen we de deltaspier, de deltoïdius. Daar maak ik een hele zachte rol over. Dan beweeg ik de arm naar de andere kant toe en geef een hele rustige tik op de schouder. Daar gaat hij, dan terug. En ik doe nog een keer een rol hiervoor. En dan mag je weer ontspannen. Het is bijna niet te geloven dat zo'n korte behandeling mensen werkelijk die binnenkomen met een stijve schouder, werkelijk de arm zo op kunnen tillen. En het is echt waar. Dit maakt heel veel vrij. Wat we eigenlijk doen, dus voor een demonstratie één kant, maar als we iemand behandelen met schouderklachten, dan doen we dus van tevoren altijd dat stukje basis, waar ik over verteld heb. Dat zit op de rug. Dat zijn allemaal van die rollen op de rug. En we behandelen ook altijd de andere kant erbij. Want dat is heel belangrijk. En het kan goed zijn dat bij een schouderklacht ook het bekken mee behandeld wordt. Of de knieën. Omdat er een relatie tussen die klacht en de knieën zit bijvoorbeeld. Snap je? En heel eenvoudig om te laten zien is behandeling van een arm. Bijvoorbeeld mensen met een tenniselleboog of carpale tunnel syndroom. Dus tintelingen, de vingers waarbij hier het bandje gaat knellen. Ik zal dat laten zien. Mag je even arm wat neerleggen? Het is een beetje aangepast, maar dat lukt wel. Even een hele rustige rol hier over de spier heen. Dan geef een hele rustige rol hier over de spier heen. Dan zit aan de achterkant van de elleboog, neem een peesje. En ook daar geef een hele rustige rol. Hoe voelt dat? Lekker. Het is niet pijnlijk, hè? Het is een hele zachte druk die we uitoefenen. Hier hebben we een holding point, zoals we dat noemen. We houden heel even, geven lichte druk op de arm. Dan laten we dat weer los. En dan krijg je een hele rustige rol over het ligament hier. Dit is het belangrijkste deel van de elleboogbehandeling. De rest kan ik niet demonstreren vanwege de plaats. Maar dat is wel oké. Okay. Ik hoop dat u zo een beetje een indruk heeft van wat de bowen, hoe dat eruit ziet. Tot slot, hoe word je bowentherapeut? Wat voor een opleiding moet je doen? Zijn er überhaupt opleidingen voor? Bowentherapeut kun je worden dus door de opleiding te volgen die Bonet verzorgt. Wij zijn verbonden aan de ECBS, dat staat voor de European College of Bone Studies. Dat wordt aangestuurd vanuit Engeland. En daar hebben ze enorm veel ervaring met het opleiden van bowentherapeuten. Dat hebben ze op een heel professionele manier aangepakt. En dat is ook min of meer
geïntegreerd al in het gezondheidssysteem. Ze hebben heel veel publicatie, heel veel interesse ook. Wij hebben die opleiding zoals zij dat in de jaren ontwikkeld hebben en ook als ervaring opgebouwd hebben, die hebben wij min of meer gekopieerd naar Nederland toe. En die bestaat uit 14 hele lesdagen, verspreid over 8 tot 10 maanden. Men kan het ook in een rustiger tempo doen, daar zijn allerlei modules voor. En dat is een training. En dat is niet dus alleen de lessen volgen die gegeven worden dan in Nederland nu, ook in het Nederlands. We zijn erg blij dat ze nu in het Nederlands gegeven worden. Ze zijn eigenlijk toegankelijk voor iedereen die interesse heeft. Dus het is niet zo dat je daar een medische basisopleiding voor nodig hebt. Het is zo dat iedereen dat kan leren. Het enige, je moet wel weten met wat voor doel je later iets wil gaan doen. Het kan zijn als je zegt van nou, ik wil heel intensief een praktijk beginnen. Dan zou het verstand zijn om nog wat aanvullende dingen te leren over het lichaam en de medische kennis. Maar er zijn ook mensen die vanuit hun vriendenkring mensen willen behandelen of vanuit hun gezinssituatie. En die hoeven dat niet te doen. Het is zo dat sommige mensen al zeggen van nou, in praktijk gaat het heel goed. Ik vind het een hele aanvulling om dit erbij te doen. Er zijn van allerlei invalshoeken die mensen kunnen hebben. Het is zo dat je tussen die lesdagen door, min of meer als onderdeel van de opleiding, ook mensen moet behandelen als je eigen oefenproces. En dat wordt dan begeleid in de zin dat je dat op schrift stelt en dat wordt geëvalueerd. En zo mensen dus in de loop van die tijd dat ze die opleiding volgen, veel ervaring op. Ja, daar hechten we heel erg aan. Het is een ervaringsberoep. Ja. Mocht u geïnteresseerd zijn in de boa-techniek of in de opleiding tot boa-therapeut, dan kunt u bellen naar het nummer wat nu onder in beeld verschijnt. Bedankt voor het kijken.